Op donderdag gaat Sina de ecologische tour op met een wekelijkse toffe tip voor een fraaie tuin zonder gif. Bij Pasen horen paasbloemen, zoals ze narcissen meestal noemen. Je hebt ze in alle kleuren en geuren, vroege en late. Ook hier kiezen we best voor enkelvoudige bloemen met blootliggende meeldraden, goed voor de bijtjes. Ik heb hier gekozen voor verschillende soorten, vroege en late, in witte tinten. We maaien het gras pas af in juni, als het loof volledig afgestorven is. En terwijl hebben ze onder de grond een nieuwe bol gevormd voor volgend jaar. Als een pol heel groot geworden is, kan je hem eruit nemen en hem verdelen in verschillende kleine stukken. Dat doe je best in het najaar, zoals ik hier gedaan heb. Ik heb toen de bloembollen gewoon over het gras uitgegooid en geplant waar ze vielen. En zoals voor andere planten, kies je voor bloembollen ook best voor biologisch geteelde planten.